Welkom mensen, bij weer een gloednieuwe video. Vandaag hebben we het tweede deel van het Plopsacraft avontuur. Jazekers. Hier weer samen met Stan. En als de allereerste allereerste attractie gaan wij... De nieuwe houten achtbaan. De nieuwe houten achtbaan doen. Hey, die draait. Ik ben benieuwd hoe realistisch het park is. Kijk, daartussen nog zie je hem al. Wat is dit dan? Ja, weet je, het, op zich, deze Plopsacraft is wel echt heel realistisch. Wauw, dit is serieus zo. Ja, ik zei het toch, het is serieus ja, zo. Ja, wat jij vorige keer zei, dat klopt ook gewoon. Ja, ze zijn vergeten, die milieuvergunning, die is gewoon verlopen. En dat duurt keilang, dat duurt een aantal maanden voordat ze die weer een nieuwe aan konden vragen. Dus daardoor kunnen ze die achtbaan nou niet openen, terwijl die wel goed klaar is. Wat een onzin, jongen. Geniaal. Kennen ze daar echt niet versoepelen? Blijkbaar. En als de buren anders gaan klagen, dan kan het zijn dat het park moet sluiten. Daarom willen ze dat niet, niet riskeren. Ik kreeg een dikke rechtszaak aan zijn broek. Ploppen. Nou, dan gaan we naar onze echte eerste attractie. Jazeker. Wat wordt... De boomstammetjes. Oh, de boomstammetjes. Oké. Okay. 10 keer zo spannend. Dan heb je die flikkerlichten weer hierboven. Het is wel grappig trouwens, dat podiumetje. Dikke disco. Het is wel een hoog podium. Of niet? Die kinderen zien niks. Die kinderen zijn zo hoog als ongeveer één blok, hè? Boomstammetje, dus, geopend. Let's go, boomstammetjes. Let's go, Dio! De boomstammetjes zijn automatisch en als het goed is twee achter elkaar. Als ik het goed net heel snel gezien had. Oh, we gaan de kerk erin. Eerst heel zo'n plot. Oh, jammer. Volgens mij moet je hier serieus doorheen lopen. Nee. Oh, heerlijke... Wow, als je hier nog doorheen zou moeten lopen, jongen. Lekker op achterrij. Oh, ayo. Oh, hierachter. Hierachter, rennen. Oh, ik denk al dat je... Ah, kak. U mag op de baan lopen voor instappen. Oh, er zijn er zelfs drie. Dan had ik het verkeerd gezien. Ik ging gewoon heel simpel van de ingang gewoon er meteen in. Boomstammetjes. Ik hoor op de een of andere manier altijd zeiknat in die dingen. Ik, ja, soms. We hadden zo'n park in Duitsland waar wij in de basisschool heen waren gegaan. Dat was Wasser Wunderland of zoiets in Duitsland. Waar je echt zoveel kon vreten als je wil. Ja. Wunderland, Kalka. En daar hadden ze ook boomstammetjes, was ik echt gewoon 30 keer in geweest. Kijk trouwens even hoe zeiknat je hier wordt. Zit tot je nek, zit je in het water. Ja, realistisch. Maar dat is in Europa Park is dat ook. Daar heb je die boomstammetjes en je zou er eigenlijk helemaal niet nat in worden. Alleen hadden ze net zo'n strategisch muurtje geplaatst. Dus dat water kletst tegen dat muurtje zo precies weer terug die boot in. Ja, en oei. Ze hadden die spuiten, hè. Kijk, waar je dan 50 cent kon betalen en dan kon zien hoe je iemand heel zijn dag verziet. Ja. Dat was, ja, en dat is niet bij die boomstammetjes. Dat zie je die splashjes daar langs? Nee. Oei, yo. Hier zie je wel de houten achtbaan goed. Dat wel. Hij ziet er wel heel erg spectaculair uit. Ja, dat is best een groot ding. Niet genakt van Walibi of wat dan ook. Hij lijkt echt serieus heel veel op die van Walibi. Hij die eruit. En die van Walibi is kak, die Robin Hood. Shit. Oh ja, dat klopt. Breek je heupen. Bam! Wow! Yo, die splash ziet er echt sick uit. Hier ben je echt wel kletsnat, jongen. We moeten er even mee rekening houden dat we dit gewoon doen. Of hoe heet het? Dat we alles wat we hier zien en meemaken doen alsof het ook echt is. Dus dat we ook echt tot onze nek hier zitten. Die splash die komt helemaal tot hier en deze tot. Dan ben je ook mooi de lul als je hier net vaart als er een jaan komt. Maar goed, we hebben onze, hoe heet het? Kom nou, parajumper jas aan. Wajo. Die houdt de water wel tegen. Kijk hem, jongen. Armo. Die houdt het water wel tegen. Ho, daar gaan we. Optakeling. Oh, hier zit al geen water. Nee, tuurlijk niet. Dat is bij een optakeling nooit, hè? Nee, joh. Zou maar zijn. Waterbootjes extreem. In het water krijg je twee paddels erbij. Paddelen voor je leven. Tikke, 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 tikke. Oh, dit is wel lachen hier, zo'n huisje. Dat is best een De achtbaantje kasteel. Erbij is ook wel lollig. Welk? De achtbaantje, daar rooi je daar. Die kleine. Ja. Oh, joh. Oh, ik schrok. Oh. Dikke Chinees. Wow. Kijk hoe ver je gaat. Hier zie je helemaal geen splash. Nee, die splash nu. Oei, kijk hier. Wat was dat? Wat? Oh, karretje zit vast. Wat? Lol. Deze baan, vanaf hier is wel grappig op zich. Heb je wel een mooi overzicht over allemaal attracties. Vanaf maar dit volgens mij lijkt wel een monorail of zo. Ja, ik weet het niet. Ik zag... ik dacht dat ik hier zo'n hangende achtbaan zag. Maar nee. Nee, hangende achtbaan is gewoon niet. Een, Nee, die was dan een stukje verder, denk ik. Hallo. Welkom terug. Kijk, heb je wel eens een inrangeerstukje? Ho! Oh, jij wordt er gewoon uitgehaald? Ja, jij niet. Jij moet blijven zitten. Jij moet voor straf nog een keer. Ja, ik moet serieus voor straf nog een keer.
kan hier weer niet door die borders heen. Ho! Oh. Ja, dat was ik. De server die wou snel bij mij even. Fotopunt. Hier slaapt zwerver Pauwe. Hij ontwaakt binnen 100 jaar. Oké. What the fuck? Is dat dan die medewerker? Ja, weet ik veel. Ik denk het. Lol. Dan gaan we naar de tweede attractie. Dat is namelijk het bos van Plop. Dat is een dark ride die een beetje op... volgens mij lijkt hij een beetje op de Droomvlucht. Weet je dat die popcornmachine zou heten als die kabouters erop zou eten? Plopcorn. Zo slecht. Ik kon hem al verwachten. Wow, dit ziet er wel vet uit. Ik kom eens hier naar rechts. Hier hebben we een leuk... Leuk huisje. Van Ploppen de Plop. Dit is de uitgang. Het begon allemaal deze morgen in mijn melkherberg. Start die aflevering altijd. Dat klinkt zo stom. Melkherberg. Oh, brightness op Moody AUB. Oké, dan zal ik het even doen. Oké, dan gaan we dat even doen. Video settings. Brightness Moody. Moody. Werknemers ingang. Oh, laat uw buggy hier staan. Stan, je moet hier blijven staan. Kind moet erin blijven. Dat zou grappig zijn. Laat uw buggy hier staan, maar vergeet niet uw kind eruit te halen. Nee, maar dat is juist het kind erin laten. Dat is wel grappig. Ze hebben hier Pinky. Wie is Pinky? Een pinguïn. Genaamd Pinky. De pinguïn. Kijk, hier is die Plop. Plopper de Plop. Het enige waar ik hem van herinner zijn die leuke koekjes. Oh, die zijn zo lekker. Ja, die zijn fucking Plop. Droog, maar wel lekker. Plopkoekjes. Die smaken helemaal nergens naar. Dat is gewoon karton. Welk? Dat is gewoon karton. Gelieve... Brittiness op Moody te doen hebben al. Yes. Oh, daar gaan we erin. Oh, het zijn bootjes. Ja, we gaan even in de bootjes, als ik erin kan. Dat is mooi, daar gaan we mooi in. Ja, erin. Kijk eens aan, daar gaan we in het bos van Plop. Het bos van Plop. Plop. Yes. Zo'n mooi woordje, net als Bips. Dat is ook een leuk woordje. Plop en Bips. Oh joh, daar staat hij. Plopper de Plop. Pas op, hè. Oh, kijk hier de... Rabbitje. Oi, die knijn. Knijn. Plop is high on speed. Hey, klus. Plop is aan de pep. Klusser de klus. Heet die echt klus? Oh, die boom. Die zak. Hij is de boom kapot aan het hakken. Oh, dat ziet toch fucking vet uit. Dat is echt grappig gemaakt. Genaakt. Fucking gemaakt. Oei, kijk die mini crafting table. Oh, kijk hier. Webbel. Steve is aan het werk, zie je daar? Kijk. Waar, jongen? Steve. Daar. Dat is allemaal een Steve. Hoe heet die aan? Kwebbel. Kwebbelkop. Bij mij heeft hij serieus gewoon een kwebbel. Oh, nou bij mij ook in één keer. Bij mij was de skin niet geladen, nu wel. Hoe Joe wordt er een beetje rondjes aan lopen, die is een beetje hondsdol aan het horen. Oei, we gaan terug. Gaan we... Is dit wel de bedoeling dat we terug gaan? Is dit wel de bedoeling dat we terug gaan? Nee. Lol. Vast in het ding. Ja, dan gaan we weer. Oeh. Afgelopen week klikken daarvoor dat we naar voren gaan. Ja. Hilarisch. Maar hier is, hoe heet de ventje dan? Kwebbel. Kwebbel. Dat maar wat doet Kwebbel? Hey. Duwt ons omhoog. Ja, wat doet Kwebbel? Hey, oh. Wat doet Kwebbel dan eigenlijk? Kwebbel. Kwebbelen. Oei, kijk hier, ijswereld. Wow, joh, splash. Oh, de snelle dak uit. Oh, kijk in die kopie, zeg je daar. Speedride. De kopie van een poppetje, die ging helemaal gek. Motoren zijn naar de zeik. Kijk, hier is hij met zijn melkherberg. Of is hij aan het vissen? Deze morgen in mijn melkherbergje. Hij is aan het vissen, jongen. Hij is aan het vissen. Is hij niet toevallig in het water aan het pissen? Ik hoop het niet. Dat zou echt klein te grappig zijn. Oh, pas op, Vicky. Manneke pis.
precies. Hier, maar dit is dan het stadje waar hij woont. Ja, ik denk het, ik weet niet, heb je het ooit in die serie ooit gezien? In ieder geval? Nee, ik weet alleen die intro een beetje, dat ze van buiten naar binnen gaan en dat was het. Dat hij bij zijn open haard een boekje aan het lezen is volgens mij, of zo, of op zijn kamer. Met zo'n... Ja, klopt. Hier zie je Kwebbel. Kijk, ah, Kwebbel. Hey, wat, en die doet alleen maar babbelen, die komt dan langs, die heeft dan alle roddeltjes. Oh, zie je daar? Hey, plopjes sneaking up on your ass. Hier, daar in de hoek. Ik knutsel toch zo graag. Oh, kijk, daar zit hij te sneaken. Ik ga je vertellen wat er is gebeurd vandaag. La 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 la. Volgens mij is dat een beetje een easter egg hier, die kleine mannetjes. Oh! Yo. Uit het niets kwam hij in één keer. Springt in één keer omhoog. Pas op, hij was aan het hakken. Kijk, hier zijn ze aan het joedelen. Smul is die links en die rechts is lui. Fucking vet. Die namen zijn ook gewoon... Zij ook alweer. Zo simpel. Kwebbel. Kwebbel en Klus. Klus. Maar zo'n meisje. Dat is zo, het is allemaal zo makkelijk. Kwebbel kwebbelt veel, Klus klust veel. Dan heb je lui is altijd lui. En wie had je nog meer? Ja, die Smul, dat is die bakker, die vreet de hele tijd. Ja, dat snap ik. We zijn er geweldig. We zijn er. Heeft even geduurd, maar dan heb je ook wel. Ja, dat wou ik precies zeggen. Ik wil eruit! Wachten, wachten, wachten. Sta nog op het bordje, we moeten even wachten. Kijk, uitstappen! Oei! Ja, kijk, daar zijn we bij de vleugel. De schitterende piano. Het is wel vet dat je door die dingen zo naar buiten gaat. Ja, dit fotopunt is nog gesloten. Plopshop. Plopshop! De Plopshop. Geweldig. Oh, ze hebben al iets. Is nog gesloten. Is een plopkoek. Een plophoek. Koek. Hoppa. En we zijn weer terug op het pleintje. Kijk, daar zijn we weer. Oh, eindelijk zon. Daglicht. Oh, ik werd even teruggetipt. Zon. Wajo. Daglicht. Net de hele tijd in het donker zitten struggelen. Maar goed mensen, dat was de aflevering weer voor vandaag. Vonden jullie hem leuk? Vergeet dan zeker het duimpje omhoog niet achter te laten. En te abonneren als je het nog niet gedaan had. Laat even achter wat je van het park vond. En als je zelf op het park wil spelen, heb je het IP in de beschrijving. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Doei! Later mensen.